zijn weer aan het vloggen. Dat komt omdat we een dagje uitgaan. En waar gaan we nou naartoe, Renzo? Naar de dierentuin. Naar de dierentuin, hè? En met wie gaan we nou ophalen? Levi en Jennifer. Levi en Jennifer, hè? Maar niet onze Levi. Onze Levi en DJ zijn logeren, dus die gaan nu niet mee naar de dierentuin. Maar papa is er wel bij. Hoi, pap. Oh, papa is heel geconcentreerd aan het autorijden. Kan je even zwaaien? Hoi. We zijn dus onderweg naar de dierentuin en de dierentuin heet Dierenrijk. Dat is wel een beetje gek, want je rijdt eerst door een industrieterrein. Dus je denkt, zit ik hier wel goed, maar er staan gelukkig overal bordjes. En nou, we zullen het zien. Tot zo! Renzo! Waar zijn we nou? Bij de dierenrijk. Dierenrijk heet deze dierentuin, hè? Ja, hè? En je hebt vrienden meegenomen. Ja. Oh, gezellig. Superleuke entree. Voordat je binnen bent, heb je al het idee dat je in de dierentuin bent. Oh, ga je hier slapen, Renzo? Samen met Jennifer in het huisje slapen. In het apenhuisje. Superleuke speeltuin als je binnenkomt al. Indoor apenkooien, dat is denk ik zo'n grote binnenspeeltuin. Is dat net zoiets als Balorig binnen, of niet? Ja, klein. Oh, ja. Ook vossen. De vossen ook, hè. De vossen zijn net vols. En dit is de kraagbeer. Oh. Zeg dan, Renzo. Kraagbeer. Oh, dit is de kraagbeer. Ja, dit is zo leuk van de dierentuin, dat je alles zo kan zien, hè. Kijk hem genieten van de beer. Mooi, hè, Wilco? Ja, ik vind het mooi. Natuur is mooi. Dieren zijn mooi. Een beetje eng. Ze kunnen niet over het glas heen. Hier, ze zijn een beetje hier uit het glas. Ze zijn een beetje groen. Jullie hebben... Hier, mama, hier zitten ze. Het is helemaal groen, hè, van de bladjes. Ik ga elkaar schoonmaken. Groene krokodil. Nee, ze zitten hier. Bij Levi en zo. Oh, ze maken geluid. Ja, ze zitten deze. Hier zitten de beven. Hier zitten de beven. Zie je ze, Renzo? Ook één. Kunnen jullie de deur open doen? We zijn buiten. Ja. Pas op voor je vingers, hè? Goede vraag. Oeh. Hoe lang? Oh, wat leuk. Hier kom je heel dichtbij. Welkom op mijn lieve. Oh, echt? Het zijn wilde dieren. Wat heb je voor het dier dat is een pistje? Eeuw! Jongen! Ik zie hier een boom. Kom, eten heb je gewoon. Die komen heel dichtbij. Kippen. Madagaskar, hè? Hé, Appie. 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 Ik zie dat hier boven nog. Waar staat de slop eend, de Europese lepelaar en de koerijger? Ja, dat is
Ik zie drolletjes overal. Denk daar hier hoor. Hier daar zijn drolletjes en daarom. Er zijn dropjes. Hey, en daar is nog een hertje. Ja, je loopt daar tussen de olifanten. Hè? Dat is leuk. Melen, kunnen we die van hier zien? Oh ja, maar daar kan ik niet in. En jij kunt het daar. Oh, mag ik hier vanaf? Ja, laat maar van gaan. Oké, ga maar. Hier zit ook een heel klein hondertje. Oh ja, dat is leuk. Daar kun je ook in, dat is een heel klein hondertje. Ik zou van de glijbaan gaan, dat is veel leuker. Ik weet niet dat de hondertjes mee. Ja. Renzo. Renzo de bosjes, man. Hey. Renzo, kom, ga naar boven, ik kom ook. Oké, ik ga. Ja, die is echt heel groot. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb een nieuw konijn. En hoe heet die? Papa, hoe heet deze? Stamper. Stamper? Chap. Dit zijn echt Surinaamse geiten. Surinaams? Wat staat Surinaams aan? Wow, die kip! Schatje, ik wil ook zo'n grote! Wow, gek! Een plopje. Neem je dat mee? De Surinaamse geiten. Nee. Hey Liam! Liam en ik zijn in de speeltuin, zie je dat? En Levi zit op de schommel. Het schommel van touw. En Renzo en Jennifer en we zijn op zo'n groot springkussen aan het springen. Hi Jennifer! Hi Renzo! Liam, kom op springen! Liam ook springen! Als Liam iets groter is, hè? Komen de visjes aan jouw handjes kriebelen, Renzo? Kijk eens daar. Wat leuk! Ze zijn lekker kriebelen aan mama. Ze zijn lekker kriebelen, die kriebelvisjes, hè? Ja, ze zijn ook wel hier. Zijn die groot? Dat zijn leeuwen. Alex, de leeuw. Wauw. Hoe doet Alex de leeuw, Renzo? Ik ben... Klaar? Kom een beetje bij Levi en Jennifer pakken. Hoe vonden jullie het? Was leuk? Goed zo. Zeg maar houdoe. Zo, wij zitten weer in de auto van het dagje Dierenrijk en wij vonden het super leuk. Vond je het ook leuk, Albert? Toppie. Renzo, vond jij het leuk? Ja. Ja? Dierenrijk krijgt van ons een dikke 8. Ja, superleuke dierentuin. Alles is lekker op de hoogte van de kindjes. Die hoeven niet over een hekje te kijken. Alles is van glas en de dieren komen heel dichtbij je. En dat maakt het allemaal weer net wat leuker. Dus Dierenrijk, wij komen vaker.